Hey kijkers van Power Makler, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal Power Makler. Vandaag gaan jullie kijken naar een vlog dat ik bij Marcel ben. En die vlog heb ik al een tijdje terug opgenomen. Maar, jongens, meisjes, deze video start weer even anders dan anders. Want ik heb namelijk een mededeling voor jullie. Voortaan is er iedere dinsdag een video op Power Makler. En dat zal een challenge video zijn. Net als vorige week, deze week. Gooi de bal in de doos, koken met Martijn, dat soort content wordt vanaf heden geüpload op Power Makler. Voor de mensen die zich afvragen van Martijn, wanneer komt er weer een gaming filmpje of wat doe je daarmee? De gaming filmpjes zullen binnenkort te zien zijn op het YouTube kanaal met de gamers. Het is nog in ontwikkeling om daar weer te uploaden. Er staan nu nog een paar oude filmpjes online op het YouTube kanaal met de gamers. Maar tegen die tijd, als ik daar weer ga uploaden, worden die offline gehaald waarschijnlijk. Dus ik zou zeker gewoon die video's checken. En binnenkort ga ik gaming video's op met de gamers opnemen. In ieder geval, geniet van de vlog. En dan zeg ik zoals altijd, later. Tot volgende week. Dit gebeurde eerder die dag. Yo mensen van YouTube, bedankt dat jullie komen kijken bij deze video. Deze update video. We gaan vanavond een video maken, misschien met Power Makler. Dus ik hoop dat jullie komen kijken. En ik hoop dat jullie zeker deze shit liken. Deze post. Dus vanavond rond 7 uur. Ik denk dat die dan wel komt. Ja? Ik zal mijn best doen voor jullie. En dit wordt een challenge en niet lach challenge. Een paar uur later was ik dan daar daadwerkelijk aangekomen. En begonnen we met een filmpje maken. Yo mensen van Miss Filmmaster en Power Makler! Wij gaan vandaag een vlog opnemen. Vlog opnemen. Nog een challenge. We gaan natuurlijk een challenge opnemen, want we hebben last van de buren. Oh. Want die maakt te veel kabaal. Maar we besloten toch de opnames voor te zetten en gewoon er iets leuks van te maken. En gelukkig is het toch nog goed gekomen. Maar we gaan verder met de challenge, dus we zien jou zo meteen. Doei. Mevrouw hier links was hier toch van overtuigd dat ik hier geen vlog over ging maken. Maar dus wel. Het is geen vlog, het is een challenge. Oh. Naast het feit dat Marcel en ik nog het een en het ander in moesten gaan stellen voordat we konden beginnen met opnemen, moesten Jenna en Joni toch nog best wel een lange tijd wachten. Maar ja. Uit verveling wil je natuurlijk wat doen en Jenna besloot hier om te dansen. Dus ja, speciaal voor Jenna laten we dit stukje erin. Toen alles eindelijk was ingesteld, besloot Marcel nog een paar fotootjes te maken. En toen zijn we begonnen met het voorintroductiestukje. En dat ging niet helemaal vlekkeloos. Aangezien Marcel in de weerspiegeling van de deur was te zien, hebben we besloten om dit filmpje overnieuw te doen. We gaan de water challenge doen, dat is water in je mond doen en dan naar een grappig filmpje kijken en proberen het water. En ja, toen schoot Marcel best wel snel in de lach. Dat was hem dus. Verkeerd. Ik moet dat wel hard lachen. Maar uiteindelijk lukte ons het de derde keer wel om een goed introductiefilmpje te maken. Nu staat al een tijdje dat filmpje online en het filmpje is heel erg positief bij jullie bevallen en wij vonden hem daarnaast ook super leuk om te maken. Maar aangezien ik het concept niet goed snapte, besloot ik de video eerder stil te leggen en gewoon mijn water uit mijn mond te laten vallen om aan Marcel te vragen van wat nou de bedoeling was. Nee, er is niet meer punten, het gaat gewoon hoe lang je de dingen in je mond houdt. Toen ik eindelijk het concept een beetje snapte, besloot ik een ander idee, omdat ik dit idee toch niet interessant genoeg vond. En ja, we gingen wat dingetjes testen, klaarzetten en uiteindelijk hebben we de video opgenomen. De video is op het moment nog niet geüpload op het YouTube kanaal van Power Makler, maar in deze vlog heb ik besloten om toch wat beelden te laten zien, dus geniet van de beelden. We begonnen gelijk met een nieuw introductiefilmpje maken voor deze video. En dat liep vlekkeloos. Hier zijn we weer. Nou, in ieder geval, hier zijn we weer. We gaan vandaag een challenge doen. En wat is de challenge, Marcel? Wat de challenge nou uiteindelijk is geworden, dat zien jullie volgende week 10 september.
Oké, hier zitten we dan. Joni doet mee en Jenna doet mee, dus dat is hartstikke leuk. Nou, in ieder geval, wie gaat er beginnen? Degene die hier het meest recht zit. Succes, Marcel. Nou, in ieder geval, wij nemen alvast het vaart erin. En Marcel moet zo lang mogelijk erover doen. Na het maken van dit filmpje was het weer fit tijd om naar huis te gaan. Maar Jenna wou nog... Waarom kunnen we het nog even maken? Nee, we gaan het stoppen. Nog een filmpje maken. Maar ja, helaas was de tijd om. En ja, gingen we de video afsluiten. Maar helaas gebeurde er tijdens het afsluiten iets wat ik wat minder vond. Laat dan zeker even een blauw duimpje achter en dan zie ik jullie de volgende keer. En dan zeggen we met z'n allen... Dag!